zonen der Zouaven, zo begon het zo'n 140 jaar geleden voor dit koor, oudstrijders uit het pauselijke Zouavenleger. En zo zal heel deze middag lang het heden, het verleden en de toekomst van de muziek in Tilburg voorbij komen. En ik zeg ook heel bewust de muziek in Tilburg, want Tilburg is natuurlijk al eeuwen bekend als een textielstad, maar zeker ook een muziekstad. En die muziekhistorie van Tilburg, daar is nog niet zo heel erg veel van vastgelegd. Dat begint nu al steeds meer te komen. En ik ben dan ook heel erg vereerd dat ik deze middag mag presenteren, want ik pleit al jaren voor meer waardering en herwaardering voor het rijke muzikale verleden van Tilburg. En dit mannenkoor is daar natuurlijk een heel prominent onderdeel van. We blijven echter nog even in de industriële geschiedenis van Tilburg met het volgende nummer. Heftig, ruig en textiel- en muziekgeschiedenis komen hier samen. Het lied van de hamer. Thank you.
het lied van de hamer. Zoals gezegd komen er heel veel verschillende periodes langs en ook heel veel verschillende muziekstijlen. En wat er nu komt is wat luchtiger, wat feestelijker. En ik heb zo vermoeden dat u het allemaal wel kent. Het Tilburgs volkslied. Ja, instemmend gehum, dat hoor ik al graag. Even testen als ik zeg, ik zie u toch zo gerelig. Wat zegt u dan? Met uw kerk? Wolk Kieterlijn? De rest weet u zonder mij ook wel. En dan zonder te repeteren. Het is geweldig, lieve mensen. Het koor gaat nu zijn, haar, hun best doen. Zijn best is een mannenkoor, wat is dat voor een Freudiaanse verspreking zeg. Het koor gaat nu zijn best doen om het bijna net zo mooi te doen als u. En als de dirigent een teken geeft, dan mag u invallen. En wie weet wat voor een prachtige symbiose daaruit voortkomt. Wordt het alsnog een gemengd koor. Ik ben benieuwd. Tilburgs volkslied. We gaan weer terug in de geschiedenis van Sint Cecilia. We gaan nu meer de operakant op. Zoals ook te lezen valt in het boekje Brabant Bekoord, hier te koop in de foyer trouwens, moest ik even zeggen. Heeft Sint Cecilia tenminste één beroemde operazanger voortgebracht? Weet iemand Louis? Nee? Louis van der Zande. Is ook al een week of 6 geleden, maar... Louis van der Zande is bij Sint Cecilia begonnen en is wereldberoemd in Duitsland geworden. Hij heeft zelfs opgetreden voor de Duitse keizer. Dat is dus heel lang geleden, we hebben het over begin vorige eeuw. Dus het wonderlijke is dat het koninklijke mannenkoor Sint Cecilia, dat koninklijke koor, heeft een keizerlijke zanger voortgebracht. Dat is toch heel apart wel. En dan is het ook nog eens een keer zo dat Louis van der Zande is eigenlijk wel de be-
bekendste, de beroemdste Tilburgse operazanger die Tilburg ooit heeft voortgebracht. En nou zullen de kenners onder u denken, ja, en Jacques Urlus dan, die was toch nog veel beroemder? Ja, dat klopt. Jacques Urlus was een Caruso-Pavarotti-achtige beroemdheid, die 15,5 jaar in Tilburg gewoond heeft en daar opgegroeid is. Maar ja, Jacques Urlus was geboren in Herzogenrath in Duitsland en kwam daarna pas naar Tilburg toe, een half jaar na zijn geboorte. Bovendien had hij maar één Tilburgse ouder, zijn moeder. Dat was al een van Smarius. Dus Jacques Urlus was eigenlijk maar een halve kruik. Dus als het in een andere verband, dan tellen we hem weer wel mee. Als we de muziekhistorie van Tilburg in het algemeen uitdragen, dan tellen we Jacques Urlus wel mee. Dan is hij van ons. Maar we zijn nu met Cecilianen onder elkaar. Dus onze Louis van der Zanden was wel, als je het maar genoeg specificeert, de beroemdste Tilburgse operazanger. Helaas is Louis alweer een tijdje niet onder ons. En nu heb je wel technieken. André Hazes is nou ook in de Ziggo Dome als hologram te zien. Buiten dat er niet veel bewegend beeld van Louis is, vonden we dat een beetje te banaal. En ook wel een beetje duur eigenlijk. Dus zijn repertoire gaat gewoon gezongen worden door een paar solisten van nu, met ook een grote toekomst voor zich. Hun namen zijn Fientje Hoogstad, Pieter van Aarle en nu even in mijn beste Hongaars, we hebben in de kleedkamer geoefend, ik hoop dat ik het goed doe, Christian Egyet, de Van der Zanden en de Urlussen van de toekomst. Thank you.
Ja, u hoorde het al, der Lindenboom. En ja, die Lindenboom, de driehoeksverhouding Tilburg, Lindenboom en Weemoed of Zeenzucht. Ja, zo u wilt, om een beetje in het jargon van het vorige nummer te blijven. Dat is een bekende driehoeksverhouding en die Lindenboom is in vele talen bezongen. Het is niet iets exclusief Tilburgs wat dat betreft, in vele steden, vele landen heeft men toch wel iets met zo'n linde. En de afdeling van Sint Cecilia, of kan ik beter zeggen de onderafdeling van Sint Cecilia, Cantando, die gaat ook over de lindenboom zingen, maar dan in het Sloveens. Het nummer heet, even mijn beste Sloveens oefenen, Lipa Zelenea Je. Nou, die Je is wel Tilburgs natuurlijk. En ja, Sint Cecilia heeft heel wat afsplitsingen en onderafdelingen gehad. Gemengd koorpoging, jongenskoor, Hart van Brabant. Maar dit is dus een interne onderafdeling van Sint Cecilia. Cantando. Was dus een subgroep van Cecilia, Cantando. En zoals gezegd heeft Cecilia de nodige subgroepen en onderafdelingen gehad. Zoals Cecilia in haar lange 140-jarige historie heel wat mijlpalen en malle episodes en mooie episodes en internationale successen, nationale successen, lokale successen. En ik heb het weer even overbrugd tot het koor weer bij elkaar is en daar staat. Want zo werkt dat. Een andere bijzondere mijlpaal uit de geschiedenis van Cecilia. Of ja, mijlpaal, een bijzonder item, een bijzonder onderdeel van hun repertoire, is misschien wel de beste benaming. Dat is dat ze een eigen clublied hebben. Een tekst van Ad Vincke. Een bekende schrijver uit de Tilburgse, die helaas vroeg overleden is, maar binnen de Tilburgse volkscultuur hele mooie en belangrijke dingen gedaan heeft. Waaronder dus het clublied van Cecilia. Een eeuw en meer Cecilia. Een eeuw en
net in de coulissen te luisteren en ik dacht als tekstschrijver, wat een geweldige vondst van Ad Vinken. Dat is nou hoe je je werk onsterfelijk maakt. Een eeuw en meer Cecilia, het past sowieso heel mooi in het metrum, want mooier dan bijvoorbeeld 140 jaar Cecilia, maar een eeuw en meer. Dit nummer kan dus mee tot het 200-jarig jubileum van Sint Cecilia toe. Dat Ad Vinken is geloof ik overleden in 1986 en zover zal zijn werk nog voortgedragen worden. Ik ben er jaloers op, ik moet het nog voor elkaar zien te krijgen, het is echt heel bijzonder. Nu weer even wat anders. Heren van het koor, ik wil u niet in de hoek zetten of zo, maar ik moet u verzoeken om u even om te draaien. Ik wil met die mensen even iets bespreken dat niet helemaal voor uw oren bestemd is. Het is, ja, ik voel me echt een schooljuffrouw nou, maar ja. Nou zult u het niet geloven, maar zij horen mij niet dus nu. Dat is een wonder der techniek. Het is pure science fiction, maar ze hebben geen idee wat ik met u ga bespreken nu. En ik treed nu naar voren omdat ik uw medewerking nodig heb. Nou vond ik het al heel wat dat ik u tot meezingen kon bewegen, maar u dacht, we gaan naar Sint Cecilia, gaan we lekker achterover zitten, maar ik moet u verzoeken tot enige interactie. Mag ik u verzoeken om even te gaan staan? Mensen met hernia of iets dergelijks zijn wel vrijgesteld. Moet u wel eerlijk zijn. Nou, niet allemaal ineens spit en hernia en weet ik wat gaan voorwenden. Het is namelijk zo. Er is mij verzocht voor het mannenkoor het volgende te doen. We zijn al een tijdje bezig nu en het koninklijke mannenkoor Sint Cecilia geniet zeer van uw applaus. De gelaatsuitdrukkingen, de glimmende gezichten, voor zover dat vanuit de zaal kunnen zien. Ze voelen uw waardering en ze voelen het contact met de zaal. En ik voel het ook, dat zeg ik eerlijk. Maar zoals gezegd, het is een koninklijk mannenkoor. En speciaal voor dit koninklijke mannenkoor hadden wij bedacht dat het heel leuk en passend zou zijn als ze voor één keer getrakteerd zouden worden op een koninklijke buiging. Gelukkig heeft u er zin in, zo te horen. Het is... Maar ja, nu sta ik dus voor het blok, want ik moet met u door gaan nemen voor welke buiging wij gaan kiezen. En ja, met mijn spraakvermogen is niks mis, maar ik heb me toch een motoriek. Dat is echt... Maar we gaan even wat proberen. Laten we even gewoon een standaard buikje doen, dus zoiets. Dat doet u. Dit is de samurai buigen als een knipmes. Voor zover de rug het toelaat. Knap, knap, knap. Dit is de iets wat ironische hoedafbuiging. En hoewel die rug van mij ook niet alles meer is, dit is de zover als je kan, man. Ik vind het niet onaardig. Meneer Heersje Balien verrast mij ook wel met zijn, had ik ook niet gedacht. Doet aan yoga, denk ik. Ik niet trouwens. Maar ik stel voor dat we het gewoon bij deze houden. Want ik vind dat ik er nou wel genoeg aan interactie uitgehaald heb. En ik heb u na de pauze nog nodig. Dus ik wil niet mijn geluk gaan. Don't push your luck. Dus als het koor omdraait, dan buigt u zo. En wat het koor dan gaat doen, weet ik ook niet. Dus... Heren, ik mag u verzoeken mij uw achterwerken niet meer te tonen en weer om te draaien, als u mij kunt horen althans. Ja, het is...
Ik vind hem mooi.
Thank you.
Ja, we moeten even het een en ander opruimen zoals u. Nou ja, we. Ik praat er even wat. Dat was dus een. Ik probeer een beetje om de bijgeluiden heen te praten. Nou moet ik vanwege de akoestiek van deze zaal vrij langzaam praten, dus dat is het probleem niet. En als je over heden, verleden en toekomst hebt, nou dat was een stukje toekomst, wat we nog wel vaker krijgen in dit tweede blok. Ja. Verdienen wel een extra applaus inderdaad. Jonge mensen op weg naar het concertpodium, ze waren er al even. Dat was een circusblokje, heeft Tilburg natuurlijk een circusopleiding inmiddels, zoals we veel theater- en muziekopleidingen hebben hier. En Tilburg heeft ook wel enig circusverleden. Circus Mullens, zegt iets ouder misschien nog wat. Ja, golf van herkenning. Golfje van herkenning, een rimpelingetje meer. Nou, Circus Mullens was een Tilburg circus. Heeft onder andere voortgebracht vaak hier de Great Leonardo. Ook wel bekend als Ome Chef van de gelijknamige frietent op de Broekhovenseweg. Misschien, ja? Ze kennen hem nog. Ach, zou je leuk gevonden hebben. Voor degenen die van kleine triviale weetjes houden, een bekend duo dat bij Circus Mullens begonnen is, waren de twee Kamees, de komische, acrobatische, muzikale excentrieken, later beter bekend als Peppy en Kokkie. Die komen ook van Circus, waren geen Tilburgers, maar ik zou ze ook niet meetellen trouwens, maar toch een leuk weetje. Van Circus Mullens gaan we naar iets anders met een M. Mondial, Festival Mondial. En nou moet ik weer even mijn talenkennis aanboren. In mijn beste Keniaans en in mijn beste Zulus kan ik u meedelen dat de nummers krijgt te horen Wana Baraka. Barack Obama Baraka, ja, Wana Baraka. Die. En deze is iets boek Shosholoza. Dat is met de koor, met de djembe-spelers en met als solist Henk Meijs. Wana Baraka en Shosholoza van het Mondialblokje. Alleluia, alleluia, alleluia.
Mooi is dat. Ik zie sommige mensen denken, ah, hij komt weer naar voren, hij moet weer wat van ons. Nou, ik kan u mededelen, dat is juist. Ietsje minder erg dan daar straks, hoewel het gaat wel iets worden met opstaan en weer gaan zitten, maar dat leg ik u zo uit. We hebben een quizgedeelte en één van u kan een hele mooie symbolische prijs en een hele hoop eeuwige roem winnen. Hoe gaat dat? Nou eens even kijken, de zaal moet in meerdere blokken verdeeld worden. Dus voor mijn eigen gemak zou ik zeggen, rij 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dat is vak A. De overige rijen in de zaal zijn vak B en het balkon beschouwen ook als vak B. Want als ik nou met C en D in moet gaan delen, dan raak ik twee hersenhelften met elkaar in de knoop. Zo logisch die onderwerpen. Dus rij 1 tot met 10 zei ik, vaak A, de rest is vaak B. Ik doe het zo. We gaan een quiz doen over Tilburgse muziekgeschiedenis. En ik heb er een beetje moeite mee, want we gaan dus een paar, niet zozeer om dit te vertellen, maar met wat ik moet gaan doen. We gaan wat muzikale Tilburgse iconen, daar gaat het koor wat stukjes van zingen. Dat zou ik meteen even vertellen, ze gaan zingen. Mooi was de tijd van Corrie Konings. Corrie Konings heeft een tijdje aan de Vier Windelaan gewoond. En in Berkelen stond dus net als Jacques Urlus, als het uitkomt, tellen we een beetje. Zo loopt de lijn van Jacques Urlus naar Corrie Konings. Het is ongelooflijk. Lijkt wat een hele mooie contact, een mooie draad van mij is, maar dat verzon ik net in de politie. Mooi was de tijd van Corrie Konings. Is dit alles van Doemaar? Want Henny Vriend was natuurlijk wel heel erg met Tilburg. We wonen hier vlakbij naar Bisschopswijzerstraat, het Bedevaartse Oord, dat hoekpandje van me. Man komt de deur niet uit. Dan van min of meer tijdgenoten van Doe Maar, de VOF de Kunst met één kopje koffie. En tot slot de Doe Maar van u, Guus Meeuwis, uit zijn begintijd. Guus Meeuwis en Van Gant met Ik Denk Het Denk. Waarom zou ik nou dat ik daar zo moeite mee had? Ik moet tijdens het zingen van dat nummer u de vragen gaan stellen. Dat heeft een beetje, dit kwam met een compact programma te maken. Dus ik moet heel oneerbiedig door de liedjes heen gaan praten. Ja, het is echt, het is dat ik er 1250 euro voor krijg. Dus zo integer ben ik nou. Maar ja, ik moet er dus doorheen gaan praten. Ik zal het een beetje... er zijn allemaal van die vervelende strikvragen, natuurlijk, over hebben vergezochte triviale onderwerpen die alleen ik kan weten in sommige gevallen. De vraag is op het scherm te lezen. Oh, heel goed tegen die kale achterhoofd van aan te kijken, maar ja. Zo gaat het. De vraag is op het scherm te lezen en ik zal ze een beetje gedecimeerd voorlezen. Zodat je toch nog een beetje van de zangprestatie kunt genieten. Zo probeer ik er een beetje uit te komen met het koor. Maar dat is hoe het gaat. Dus. En dan op mijn vraag, was het A of B of C? Dan staan mensen vaak A, die denken dat A is, die staan op B of C. Dan gaan we heel snel de koppen tellen en dan ga ik achter de coulissen met de notaris overleggen dat het allemaal correct geteld is. Ja, het wordt moeilijk hoor, het wordt moeilijk. Dus ik haal wat op mijn nek. Maar we gaan het doen. De quiz start en ik zou zeggen maestro. Origineel. A. Freddy Quinn. B. Roger Whittaker.
toch zeker zelf niet. Oh!
heren, de notaris zegt dat hij nog even tijd heeft. Ja, tijd nodig heeft. Zijn die aan het tellen? Er gaat in de koker die in de muur wordt ingemetseld. Die gaat over 100 jaar uit. En is onderwijl een akte in zeven van zeven kantjes gemaakt. En dan aan het eind van deze quiz ga ik dus weer vertellen wie die reis naar Jamaica u aangeboden door reisbureau Atlantis heeft. Dat die grap nog steeds doet, zeg. Dat is ongelooflijk. Echt, grap over Atlantis maken, wat achterwege. Dan gaan we weer naar de toekomst. We naderen heel langzaam aan. We hebben het voorportaal van het einde van het programma. We drukken voorzichtig uit. En we gaan weer wat veelzijdige toekomst zien. U krijgt te horen Nella Fantasia van Ennio Morricone. Anthem uit de musicals Chess. De solisten die onder andere horen zijn Pieter van Aal, heb je al eerder gezien, Matthijs Scholten. En daar gaat weer even een talencursus. Yesin Ulad El Hadj. Dus ik zeg Hadji zonder i, ja juist, zo spreek je maar uit. En gitarist is John Muit, of ja. Nella Fantasia en Anthem, de fiancé van Anthony. Afijn, de veelzijdige toekomst van Cecilia. Thank you.
van Gerstel en op gitaar John Muiten. Toen ik op de HAVO zat, kregen we vaak vertaalopdrachten in de Franse les. En dan maakte zo'n Nederlands zinnetje, zette ik dan altijd om in zo'n hele lange Franse volzin, waar vaak nog een bijzin in zat. En toen zei die leraar Frans, een rustige bedaagde man: Jaco, ik heb al eens vaker tegen je gezegd dat je van die gecompliceerde zinnen maakt. En probeer nou eens even gewoon letterlijk te vertalen wat er staat. En nou denkt u, waarom vertelt hij ons dit nou? Dat uitsloversgedrag ten opzichte van vreemde talen zit er nog steeds in. Want ik heb me dus heel de middag ingespannen om in mijn beste Sloveens en in mijn beste Zulu's en in mijn beste Keniaans nummers aan te kondigen. En dan een Engels nummer, dat dus kondig ik aan als Fields of Etten. Het is natuurlijk Fields of Etten Rye. Dat is deze correctie voor mijn commissie even. Het is altijd een schroefje uit om die moeilijke dingen goed te doen en zoiets eenvoudigs. Ik ben ook maar een mens met onuitroeibare gedragspatronen blijkbaar. En dan gaan we weer de veelzijdige toekomst van Cecilia in. Want nu komen wederom de jeugdige talenten van Tikiko. Die gaan iets met het bellen en het beest doen. En die gaan ook nog bepaalde fusies met andere partijen aan. Maar dat ziet u vanzelf. Tilburgs kinderkoor, oftewel Tikiko.
En Tycho onder leiding van Juliette Reuzer. Dat wil ik ook maar even gezegd hebben. Juliette Reuzer, onthoud die naam. En zo Tycho, het is een jong en jeugdig ensemble, maar tegelijkertijd ook weer al vele tientallen jaren een instituut in Tilburg. Ja, hoe kan het? Hup, hup, babadruk, maar zo is het wel. Nou, we naderen langzaam aan de finale, maar u had nog iets van mij te goed, de uitslag van de quiz. En ik zal u meteen uit de droom helpen. Ik had het erover een symbolische prijs. Dit, een Brabant bekoorboek. Maar ik zei een symbolische prijs. Dus één persoon die namens het vak dat boek in ontvangst mag nemen. En het is mijn budget niet, mevrouw. Ik zou iedereen wel een boek willen geven. Maar ja, ik ga dan. Het is één boek. En het was moeilijk. Ik heb met de notaris lang geworsteld van ja. Ik zeg ja, maar god, zo, dat ene vak maakt toch een indrukwekkende eindsprint aan het einde. Want die dacht toch dat Guus Weeuwis en Van Gant Fisherman and Friends heette, waar de les dacht dat Shake Shake en de Vloeikens waren. Shake Shake en de Vloeikens hebben overigens wel echt bestaan hoor, maar praten we in de foyer even over. Na rijberaad en overleg en berekening van het CBS zijn we tot de conclusie gekomen dat met lichtelijk overwicht is gewonnen door vak B. Had u maar vroeger moeten opstaan, letterlijk en figuurlijk. Maar nou moeten we even kijken hoe we dat boek in vak B krijgen. We kunnen iets met in de foyer afhalen, dat is een beetje ingewikkeld. Ik ben zo dadelijk klaar, dan hoef ik alleen een spreker aan te kondigen nog. Het is ook een goede gelegenheid om mijzelf even af te kondigen. Mijn naam was Ko de Laat en ik heb het graag gedaan. Ja, dat heb ik wel geleerd, hoe je een applaus moet bieden. Dank u wel, dank voor het applaus. Ik heb gezegd, nou rij 1 tot en met 10 is vak A, dan zit dan, nou voor mijn eigen mak, vak 11, stoel 10. Wie is dat? Rij 11, stoel 10? Ja, nee, zo slecht ben ik in rekenen ook niet. Nou, ik ga het zo met u doen. Ik ga zo dadelijk de laatste spreker aankondigen. Dan ga ik een beetje discreet dat trapje af, dan loop ik naar rij 11. Dan geef ik hem aan de eerste persoon op rij 11 en dan zoekt u het onderling maar uit. Want... En als hij per ongeluk op rij 10 terechtkomt, dan kan ik er ook niks aan doen. Dus ik ga nu langzaamaan terugtreden richting het trappetje. Dan ga ik... En dan let u maar even niet op mij, dan let u even op hem, zoals we vroeger de Dik voor elkaar show zeiden. Ik ga het woord geven aan de voorzitter van Koninklijk Mannenkoor Sint Cecilia. En hopelijk is hij net lang genoeg van stof om mij op en neer te kunnen laten rennen, zodat ik weer de bloemen in ontvangst kan nemen. Dat is voor later zorg. Chef Vermeer. Ja, zo langzamerhand loopt dit concert natuurlijk op het eind. Dit feestelijke concert. Ik maak namens dit mooie koor graag van de gelegenheid gebruik om wat mensen en organisaties te bedanken die dit mogelijk hebben gemaakt. Maar ik wil eigenlijk mee beginnen om het publiek te bedanken dat jullie vanmiddag de moeite en de tijd genomen hebben om samen met ons dit concert te maken. Het concert met vlag en wimpel. Dus heel hartelijk bedankt daarvoor. Verder zou ik Anton graag willen bedanken, onze dirigent. Hartelijk bedankt.
even om. Leon, bedankt voor de muzikale uitnodiging. Bedankt. En ik vergat nog even te zeggen dat, behalve voor de directie, dat er ook ontzettend veel muziekstukken aangepast moesten worden. Ook dat is in de dienst geweest van Anton, zodat wij dingen konden uitvoeren zoals ze gedaan zijn. En Wietse heeft steeds gezorgd voor de actuele muziek. Goed. Dan zou ik graag willen vragen om nog iemand die niet in het beeld is geweest, of de hele weg niet in het beeld is geweest, maar wel veel werk heeft gedaan. Dat is Lieve van Tuin. En ik zou Lieve willen vragen om even van achter de coulissen naar voren te komen, zodat we haar even kunnen bedanken. Lieve, bedankt. Fijn dat je er was. Ik vind het onvoorstelbaar dat je 75 man gewoon in het gareel mee te krijgen. Zelfs bepaalt wat ze aantrekken. En ze zelfs zo ja, overreed om een kroontje op te zetten, zeg maar. Dankjewel daarvoor. Heel erg bedankt. Dan wil ik graag vragen of dat Ko nog even terugkomt op het toneel. Ik weet niet waar die is. Dat wist ik niet. Oh, kijk, daar is die. Ko, heel fijn dat jij er was, ja? Om het verhaal te maken. Bovendien het duidelijk te maken aan het publiek wat er nou precies gestorven werd en waarom het gestorven werd. En bovendien ook nog het publiek vermaakt hebben met ja, quiz, spelletjes. Ik heb het allemaal niet precies kunnen horen, van achter het toneel is dat wat lastiger. Maar heel hartelijk bedankt voor dat je het gedaan hebt en ons hebben ondersteund. Dankjewel. Dan ga ik nu iemand vragen vanuit het koor om even naar voren te komen. En dat is Frans Geerts. Daar, iedereen vraagt zich waarschijnlijk af dat flesje, maar dat zal zo meteen wel duidelijk worden. Frans, ik wil graag Frans even naar voren. Frans, één woord. Nu, wat jij voelt. Opluchting. Het is voor mij, ik heb een hoop tijd ingestoken, maar ook veel, veel plezier van gehad. En dat is het belangrijkste. Oké, dankjewel. Ja, op een gegeven moment, zo'n concept moet door iemand gemaakt worden. Op een gegeven moment moet iemand het idee oppakken van, er komt een jubileumconcert en dat moet een speciaal concert worden. En Frans heeft op een gegeven moment het idee opgepakt van ik brei een concert rondom het boekje Brabant Akkoord. Maar daarnaast ook om de nieuwe ontwikkelingen zoals wij die graag zien binnen het koord, om die meer gestalte te geven. En ja, hij is daarbij in eerste instantie een bedenker geweest. Hij heeft de mensen om zich heen gezocht. Hij is uitvoerder geworden, hij heeft geenthousiasmeerd. Hij heeft alle tegenslagen van de afgelopen maanden, want uiteindelijk zit er veel meer tegen dat je graag zou willen. Maar uiteindelijk hij heeft doorgezet en het concert is gegaan zoals het vanmiddag gegaan is. Dus Frans, mijn hartelijke dank daarvoor. Namens het koor bied ik jou een uitzonderlijk flesje bruiswijn aan. Ik hoop dat je daar op een hele mooie avond lekker van geniet en nog eens een keer terugkijkt op dit mooie concert. Ja. Dankjewel. En ja, we gaan nu echt het concert afsluiten. En we gaan het afronden met een heel mooi nummer waar u allemaal aan mee kon doen. Dank u wel voor uw wetenschap.
Oh.